Goedemiddag jongens. Het is nou, onze nieuwe klok hebben we nog niet gemonteerd. Die gaan we vandaag monteren, dan weten we de datum. De datum weten we nog niet, omdat we de nieuwe klok niet hebben gemonteerd. Ik wil jullie even uitleggen. We hebben hier staan een Yamaha T-Max. De allernieuwste, de 560. Sleutels van het hierbij. Wil ik jullie even laten zien. Een mooie motor, echt een super mooie motor. Okay. Ik vind die teller super mooi. Het is dik, hè? Het is gewoon echt super mooi. Hoe het eruit ziet allemaal en zo. Het is echt een dikke motor. Kijk dit hier ook. Die lak. Het is gewoon een super mooie motor. Wat gaan we aan de motor doen? Wat gaan we aan de motor doen zoals jullie zien? Die zijkant is los. Jullie denken, waarom moet je zijkant los? Die zijkant moet los. Maar waarom? Omdat we een nieuwe uitlaatje gaan monteren. Kijk. We hebben hier liggen. Een Akrapovic. Dus we gaan hem monteren van voor naar achteren. Dan zou je zeggen, de cilinders van de motor die zitten hier. De ketel gemakkelijk bij. Inderdaad, daar kun je makkelijk bij. Je kan er makkelijk bij. Maar, we hebben te maken met een lambda-zonde. Die loopt hier. Kijk, die loopt hier naar boven toe. Die loopt achter de kap. Dus, jullie weten. Ja, jullie weten, zeg maar, dat ik niet van hand achter de kap houden, drukken, dan losmaken. Nee, dit moet, het gaat om een nieuwe motor. Dan kun je niet aan de kap trekken. Als het een oude motor, dit geluid, dan kun je even je handjes door doen. Dat kun je doen. Maar bij een nieuwe motor niet. Dus hij moet gewoon echt, als je het netjes wil doen, moet gewoon die kap los. We hebben die kap netjes vanaf gehaald, de hele zijkap netjes vanaf gehaald. Nou kennen we er netjes bij. En dan kunnen we hem netjes gaan monteren. Dat is nummer 1. Nummer 2, ik denk bijna zeker, als je hem uit elkaar haalt, dat hij straks een storing gaat geven. Dat je moet uitlezen. Bijna zeker. De meeste T-Max, als je draai een accu'tje of wat dan ook los trekt, dan geeft hij de motormanagement aan daar. Dan geeft hij aan dus dat er een foutmelding is. Dit is wat gebeurt wat hij niet begrijpt. Daar moet je hem even uitlezen. Kan. Hoeft niet, maar meestal wel dus. Als je zo'n uitlaat wil monteren dus, dan moet je de hele zijkap losmaken. Nummer 1, om het goed te doen. Nummer 2, je moet ook een uitleesapparatuur hebben. Om, zeg maar, om alles te wissen, de fouten eruit te halen. Kijk, en ook voor de volgende keer, als de mensen willen weten waar de frame nummer van deze nieuwe model zit. Kijk, de stickertje zit hier. Gewoon over niet te passeren met mensen, chassis nummer 10 van de motor. Hier zit hij. Dus je moet de zijkap losmaken. En de chassis nummer van de motor, die zit hier. Hier zo. Waar mijn vinger overheen gaat. Daar is het chassis nummer. Voor de mensen, als ze de volgende keer willen weten waar zit het chassis nummer. Hier, het stickertje zit daar. Dat weet je voor de volgende keer makkelijk. Dus dat wil ik jullie even laten zien. Loop even naar achter toe. Kunnen we even de achterkantje zien van die motor. Hij rijdt super goed. Ik vind hem echt heerlijk rijden. Hij rijdt super scherp. Ja, maar je mag kiezen tussen hem of de ADV. ADV heb je meer motor dan dit. Dit is gewoon een motorscootertje. Dit blijft een motorscootertje. Maar een ADV heb je gewoon een kanon. Want dit is gewoon heel wat anders. Ik heb gewoon klanten die reden op een 1250. Hij zegt, ik ga mijn 1250 verkopen. Ik ga een ADV kopen. Hij zegt, de 1250, de BMW is mij te zwaar. Ik doe het zo. Ja, die puntige neus vind ik wat ik zelf wat minder mooi. Ik vind hem te puntig. De oude model vind ik mooier. Maar iedereen zijn eigen smaak. Zeg maar qua hoe het eruit ziet. Ja, rijden? Hij rijdt. Echt goed, dit ding rijdt echt super scherp. Hij rijdt super scherp. Het is gewoon top hoe dat doet. Hoe die trekt, hoe die doet, alles. Het is gewoon een wereldmachine. Maar wat de mensen zelf willen. Als ik mocht kiezen, ik kies zonder enige twijfel de Honda ADV. Zonder enige twijfel, Honda ADV. Ken je meer mee, heb je een motorscooter waar je ook heel veel mee kent. Dus jongens, dit was het met de Honda T-Max. Die Yamaha T-Max, de 560. De nieuwe. Een mooie machine. Dan gaan we even die Acra monteren. Dan gaan we kijken wat er wat gaat gebeuren. Jongens, ik ga jullie verlaten.